In dit filmpje toon ik u hoe u zich moet aanmelden bij IKM-Net. Even opgelet, het is belangrijk om Google Chrome te gebruiken als webbrowser. Dit kan u herkennen aan dit icoontje onderaan. Deze browser werkt het best om de applicatie te gebruiken. Indien u Google Chrome nog niet heeft geïnstalleerd op uw computer, kan u bij Help naar onder scrollen en net onder het filmpje kan u hier via deze link doorklikken om Google Chrome te downloaden. Voor uw eerste bezoek bij IKM-Net moet u uw bedrijf eerst registreren en voor de data die u wenst toestemming geven om deze automatisch op te halen. Deze stappen gebeuren in Just Connect. U gaat naar de site van Just Connect door hier te klikken. U wordt nu automatisch doorverwezen naar de Just Connect website. U komt dan op deze pagina terecht. Vul hier uw e-mailadres in en klik op Gebruiker registreren. Er wordt nu een e-mail verstuurd naar dit adres. Let op, dit kan u enkel doen als u zelf zaakvoerder of medezaakvoerder bent. Later leg ik uit hoe u andere personen ook machtiging kan geven voor uw bedrijf. Dit is de mail die u in uw inbox vindt. De afzender is admin@justconnect.be. Als u niet onmiddellijk een mail ziet, kijk dan ook bij uw ongewenste mails of spam. Hou uw identiteitskaart, kaartlezer en pincode alvast bij de hand. Ook de It's Me-app is heel handig om u aan te melden, maar die moet u al eenmalig geactiveerd hebben. Klik in deze mail op de knop Voltooi uw registratie. Klik op de gewenste optie om u aan te melden en volg de instructies. Eens dit gelukt is, wordt gevraagd om u te identificeren. Kies hier steeds voor de optie Een onderneming of organisatie. Indien u er meerdere heeft, kies dan eerst het meest relevante. U kan nu aan de slag om uw data-aanvragen te beheren. Vanaf nu gaat het aanmelden op IKM-Net veel vlotter. U gaat naar de website ikmnet.be, waar u zich kan aanmelden door aan de linkerkant hier te klikken. U heeft telkens uw identiteitskaart en kaartlezer of de It's Me-app nodig om in het systeem te raken. Indien u zelf geen officiële zaakvoerder of medezaakvoerder bent van het bedrijf waarop u werkt, kan u zichzelf niet registreren. De zaakvoerder moet daarvoor eerst toegang geven tot Just Connect. Hiervoor gaat de zaakvoerder naar zijn Just Connect portaal en klikt op Gebruikers. Hierbij krijgt u een overzicht van wie voor uw bedrijf reeds toegang heeft tot uw Just Connect. Onderaan staat de knop Gebruiker uitnodigen, die u vraagt het e-mailadres van de betreffende persoon te geven. U zal dan een e-mail krijgen met een vraag tot registratie. Eens geregistreerd kan u ook als niet-zaakvoerder aanmelden op IKM-Net. Nog vragen? Klik hier voor Help. Misschien staat het antwoord al onder de veelgestelde vragen. Indien uw vraag niet in deze lijst staat, kan u ons steeds contacteren via het contactformulier in Just Connect. Dit vindt u hier door te klikken op Contact. Hier kan u uw vraag invullen en naar ons verzenden. Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren.